mevrouw de Beck. Wij komen u meenemen voor een gesprek. Een gesprek. In de film wordt een van de hoofdrollen vertolkt door actrice Sally Harmsen. Zij speelt het fictieve personage Judith Jansen. Een jonge, ambitieuze parketsecretaris van het Openbaar Ministerie die er eerst heilig van overtuigd is dat Lucia schuldig is en haar in de gevangenis krijgt. De hartmonitor heeft 30 minuten uitgestaan. Daarom zit er een gat in die grafiek. Maar later toch gaat twijfelen over de juistheid van de bewijslast tegen de verpleegkundige. Maar dat klopt niet. Judith is een samenvoegsel van allerlei elementen uit de werkelijkheid. Inderdaad, onder andere van een aantal klokkenluiders die dus Lucia echt vrij hebben gekregen. En daarnaast ook was het nodig, omdat je hebt het verhaal van Lucia zelf. En je wil als kijker wil je een inzicht krijgen in het systeem, in hoe het is gegaan, hoe die zaak zo ver heeft kunnen komen. Dus daarmee heb je een soort van een personage nodig. Ik heb een zin en zeg maar. Hallo, heb je Jan aan het donker gezet? De indrukwekkendste rol in de film wordt gespeeld door Ariane Sluiter, die verpleegkundige Lucia de Berk neerzet. Ja, het gebeurde gewoon steeds bij mij. Dat vond ik zo erg. Om haar zo goed mogelijk te spelen, voert ze verschillende gesprekken met de echte Lucia en bekijkt ze oud-televisiemateriaal over de zaak. Ik heb heel veel naar filmpjes over haar gekeken, interviews die waren opgenomen vlak na haar vrijlating. Onder andere volgens mij met TV West, dacht ik dat het was. Heel lang interview in een park buiten. Daar heb ik heel veel aan gehad, omdat ik daardoor haar heel goed ongegeneerd kon bestuderen. Wat haar bewegingen waren, hoe haar stem klonk, hoe haar accent is. Voor Lucia de Berk zelf, die eerst als een moordenaar wordt gezien en nu opeens een halve filmster lijkt, is het allemaal nogal onwerkelijk. Nou ja, over hier posters en film met mijn naam, nou ja, het is toch raar. Bij jullie op West ook, dat hoor ik op Radio West in de auto. Ja, we geven kaartjes voor de film. Nou, dat ding, nou ja. Dat is raar gewoon.